Hey, Chase. Heb je nog iets ontdekt bij de mijn? Alleen dat ik niet kan vechten. Huh? Rex was daar. Hij heeft Stinky te pakken gekregen voor ik hem kon vinden. En heeft mij knock-out gemapt. Wauw. Dus wat ben je nu van plan? Ik ga trainen bij de plaatselijke dojo, zodat me dat niet nog eens overkomt. Oké. Ik zal nog eens proberen of ik Frank kan bereiken. Hij is vast de telefoon kwijtgeraakt. Oh, ik ben hem vergeten. That was Yo. Mouth. Thank you.
Barry Smit. Loodgieter en kung-fu-goeroe, 24 uur per dag bereikbaar voor al uw verstopte pijpen en chakra's. Waarom ook niet? Dat moet open. Zou ik daar iets mee kunnen? En nog een kleine stukje hier. Voor dat superbouwsel heb ik een hoop stenen nodig. Wees kalm.
Deze schildpaddenvechtkunst is een stuk makkelijker dan de normale. Dat scheelde niet veel. Die fakkel brandde maar net lang genoeg. Wees kalm. Als ik hier ooit uitkom, ga ik eerst klagen bij de fabrikant van deze fakkels. Ze gaan amper 10 seconden mee. Langzamer. Bijna klaar, hè? Mijn allerbeste werk ooit. Frank! En ik dacht dat Dunby draakadem had.
Niemand hier ziet eruit als een barrie. Zou er soms een bel zijn waar je op moet slaan om bediend te worden? Een gong. Dat is zelfs nog beter dan een bel. Ik ben op zoek naar bal. Luister, dit is. Welkom bij Leer Kung Fu terwijl je slaapt. Ontspan. Je bent nu volkomen ontspannen. Einde. Ik kan Kung Fu. Laat me zien. En roodgieten. Misschien kun je beter beginnen tegen een paar van mijn leerlingen. Zoek diep in het binnenste van je ziel om je verborgen krachten te vinden. En je zult je vijanden overwinnen. Of je kunt gewoon met ze gooien. Laat maar eens zien wat je kunt, Jace. Oh, shame. Jij bent echt genadeloos. Niet slecht. Laten we het verpittiger maken. Niet slecht. Dat leek een makkie voor je, Chase, maar dat lukt vast geen tweede keer. Laat je geest leeglopen, alsof het een radiator is die je moet vervangen. Oeh, ah, hij heeft je flink te grazen. Auw! Zelfs ik voelde die. Hopelijk kun je een beetje aan het die drukken. Je innerlijke evenwicht moet als een waterpas zijn. Wow. Ah, zo gaat ie goed. Moeten ze tegen elkaar aan te gooien. Oh. Kom op, gooi er nog een. Elke lange reis begint met één telefoontje naar het reisbureau. Die gozers in het brein zijn een stuk taaier. Als een boom in het bos omvalt en op jou terechtkomt, doet het dan pijn? Ja, dat doet pijn. Dat doet zelfs ongelooflijk veel pijn. Ik vrees voor zijn nageslag. Nog maar één ronde te gaan, Chase. Dat doet vast pijn. Ja. Gooi nog maar een leerling. Dat vinden ze gaaf. Nou ja, hij kende het risico van buiten. Heel goed gedaan. Je krijgt deze zwarte band als bewijs van je kunnen. Dat kan ik toch niet aannemen, Barry? Want? Oh, sorry.
Hey, Chase! Heb je druk? Heeft dit iets te maken met het klusje voor Ellie? Ja, eigenlijk wel een grappig verhaal. Ik zou de nieuwe hypermoderne politietruck ophalen voor zijn presentatie op het bureau. Laat me raden. En toen werd hij gekaapt door een stel dieven. Wauw! Hoe wist je dat? Wacht, welk nummer heb ik in gedachten? Hier is een hint. Het is 6. De truck, Frank. Oh ja. Nou, de dieven hebben eerst wat rondgereden, maar nu staan we stil. Enig idee waar je bent? Nou, tijdens het rijden hoorde ik een hele luide misthoorn. Dus ik denk dat we langs de haven zijn gereden. De haven, oké. En later voelde het alsof we over een spoorweg reden. Een spoorweg, haha. En toen we stopten, keek ik uit het raam en zag ik Krabby Cove. En toen... Ik ben onderweg. Waarheen? Huh?
Waar komt die vandaan? Frank, ben je daar? Ja! Ben jij dat, Chase? Kom je me bevrijden? Shh. Hey Tony, ga snel de rest halen en vertel Chan dat we pottenkijkers hebben. Ah. Ik denk dat de dieven hier nog rondhangen, dus doe zachtjes! Ben je aan het vechten of zo? Lukt het daar buiten? Ik denk dat er versterking onderweg is. Als ik hem was, zou ik om versterking vragen. Ik ben al blij als we hier levend wegkomen. En ik dacht dat ik weinig ambitie had. Ik hoop dat we op tijd bij het bureau aankomen. Ik wil Ellie niet teleurstellen. Een van de bendeleden had het over Ede Chan. Weet jij wie dat zou kunnen zijn, Frank? Dat is waarschijnlijk Chan Chuang. Hij is nieuw in Lego City, maar runt de grootste slobberij van de stad. Ik hou wel van slobberen. Sloperij, Frank. Waar ze gestolen auto's slopen. Ach, ik had maar net zo op verheugd. Ik denk dat die Chan iets te maken heeft met Rex Fury. Zonder saaie veiligheidsdingen.
kijken, want er is van alles uit die kastjes gevallen. Achter ons aan zaten, zou dit echt leuk zijn. Woehoe! Zonder saaie veiligheidsdingen. Want er is van alles uit die kastjes gevallen. Als er geen slechterik achter ons aan zaten, zou dit echt leuk zijn. Woehoe! Net als die keer toen ik mijn camper op de automatische piloot had gezet en achterin een dutje ging doen. Ik heb mijn kop gestoten aan een kastje. Volgens mij hebben we ze afgeschud. Goed gereden. Zou je daar op die hoek even willen stoppen? Mag ik vanaf hier rijden? Ik wil Ellie laten zien dat ze me kan vertrouwen. Oké. Je komt vast met je foto in de krant, Frank. Ha! Ik kan niet de hele dag wachten, Marilyn. De brug moet vandaag weer open. Waar blijft die truck? Alsof ik zo graag rijk en beroemd wil worden. Ah, daar komt hij al, burgemeester. Precies op tijd. Hier ben ik met onze nieuwe truck. En Honey stelt nimmer teleur. Uit de weg! Honey! Sorry, mevrouw. Hoi, burgemeester. Hoi, baas. Dunby! Honey! IJsko! Wat spelen we? Wat had je dan verwacht met Frank achter het stuur? Dit is jouw schuld, Marion. Wow. Chase, kom alsjeblieft met goed nieuws. Heb je Rex Fury gevonden? Nou... Hoe had je hem kunnen vinden? De commissaris heeft je van die zaak gehaald. Oh, is dat zo? Dat is helemaal niet waar. Niet waar toch, Chase? Oh? Nee, echt niet. Ik wilde hem net undercover laten gaan in... Cheng Chuang's bende? Hij heeft een link met Rex. Precies. Dat was al zo toen ik je kwam.